Ja. Jan Niebeek, gefeliciteerd. Dank je. De punten. Wedstrijd gemaakt in de tweede helft of net ervoor eigenlijk al? Net ervoor denk ik, ja. We hadden een hele goede run. We kwamen 8-4 achter denk ik. 10-6. En toen had je binnen 2 minuten 4 goals. Was precies. Het in 1 keer 10-10. Dus dat was een hele belangrijke, heel belangrijk momentje denk ik. Ja. Waarin we gewoon eventjes heel scherp afronden. Ja. En dan is het gewoon weer direct een wedstrijd. En ik moet zeggen... Ja, dat we het gewoon heel goed gedaan hebben, vind ik. Ja. Lastige wedstrijd en gewoon supergoed als ploeg ook gepresteerd hebben. Dus daar was ik heel erg blij mee. Ja. Ik ben super trots op het team wat ze vandaag als team hebben neergezet. Ja. Ja. Als je dan kijkt naar de tweede helft, Fortuna begint op een gegeven moment na 6-7 minuten met het wisselen. Het schaakspel kan beginnen. Ja. Heeft eigenlijk geen effect gehad. Is dat ook omdat jij op een specifieke manier terug schaakt? Of werd je een beetje geholpen dat het van Fortuna gewoon eigenlijk niet lukte? Ja, ik denk dat, dat er in principe voor de, wat natuurlijk ook cruciaal is, dat Malta uitvalt, die niet meer verder kan, dat helpt ons wel natuurlijk. Ja. Maar daarvoor had je toch ook al de wedstrijd in handen? Jawel, maar je weet wel dat het altijd lastig is. Je moet toch bepaalde risico's nemen en je weet nooit aan de voorkant wat dat oplevert. Dus je weet ook dat als het dan wel even valt, dan kan het ook weer anders zijn. Dus ik bedoel... Maar ik denk wel dat we dat goed gedaan hebben en de goede keuzes gemaakt hebben. En kijk, ze gingen ook op een gegeven moment kwam Daan voor Thomas. Ja, dan verandert er denk ik niet heel veel in de situatie voor het team. Als je dan vergelijking maakt met vorig jaar waarin ze bijvoorbeeld Tim en Nick naast elkaar brengen. Dan breng je een heel andere dynamiek, zeg maar. Dat, ja. En dat is wel, denk ik, anders. Dus in dit geval hoeven we denk ik niet zo heel veel te veranderen. Nou, als jij op papier kijkt naar het vak Tichelman, Arnolds, Brouwer, Schuiling tegen het vak van Van der Steen. Ja. Dan kijk ik dan naar en denk, die gaan een zware avond tegemoet. Maar eigenlijk... Ja, dat gebeurde ook wel even. Hoor, ja, dat was in die fase dat we wegliepen naar 10-6. Maar eigenlijk, ja, ik kan me niet voorstellen dat je ontevreden was uiteindelijk over hoe dat vak... Nee, we moesten aan het begin, hadden we wel moeite om in de opdrachten te blijven. Wat ik vond dat we hadden ook een fase dat we te veel met de mannen in de afronding kwamen. Of van ver met de vrouwen. En ik vond dat we toen we meer druk gingen opbouwen op de vrouwen. Naar binnen toe. Ja, ja en dan vond ik dat we het beter onder controle kregen. En kregen die meiden gewoon goede kansen. Ja, maar dat is wat ik zei, dat eigenlijk alle meiden van Fortuna ontzettend kwetsbaar waren vandaag naar binnen toe. Veel stippen, doorloopballen. Ja, korte tweede kansen, dat we niet op staan te letten. Ja. Dat is natuurlijk dodelijk. Ja. Nu zie ik wel. Hè. En goed van top trouwens ook. Hè. Dus. Nou, ik moet zeggen, ik moet Julia... Ja, die was ook goed. Die was echt dat meisje. Nou, Julia was goed, maar Jet Hendricks... Ja, die heb ik al met een hele dikke plus. En Barbara Brouwer ook. Nou, want, maar Jet was... Verdedigend. Die maakte als ook je ziet hoe zij Fleur verdedigt, is was echt waanzinnig knap. Ja. Op het moment dat er nu wordt afgefloten, wedstrijd is klaar, zie ik toch enig, bij bepaalde van jouw spelers zie ik opluchting. Ja, maar dat snap ik ook. Ik zei het op de bank ook wel. Dat heeft met die serie van 3 te maken waar we het van tevoren over hadden. Dat ontkent hij wel, maar dat is natuurlijk... Maar dat is ook terecht. Als je als ploeg moeilijke weken hebt en dan ook nog even door de week Frank moet missen. Dan voel je wel... Dat er wel een beetje druk op staat. Maar dat geeft ook niet. Maar voor de wedstrijd zei je dat niet. Geen sprake van was. Nou, geen dus stelde sprake ik die vraag. Maar wat ik bedoelde te zeggen is. Van. Het gaat niet om vandaag. Maar dit zijn wel bonuspunten. Dat heb ik voor de wedstrijd ook gezegd. Als je hier punten haalt, is dat enorm lekker. Ja. In die strijd om bij de eerste 4 te eindigen. Ja. Nog even over Mostard. Wat is het verhaal met Mostard? Hij heeft een open wond tussen zijn twee kleine teentjes. En in principe zou die inzetbaar zijn. Maar je weet ook dat je het eigenlijk verergert. Ja. Als hij volle bak allerlei dingen gaat doen. Dus we wilden bij voorkeur niet hem brengen. Nee. Dus dat was het verhaal. Vind je het dan fijn dat het niet nodig is geweest? Hem in te zetten? Ja, dat vind ik heel fijn. Ja. Want dat betekent dat hij aan zijn herstel kan... blijven werken en dat dus zich door kan zetten. Ja. Ja. Programma voor volgende week? PKC? Ja, mooie wedstrijd denk ik. Staat daar druk op? Hoe leeft dat nu? Want het lijkt nu al
Hè, zoveel teams die nog zitten te azen op die bovenste plek 4. Ja. Iedereen die is vanaf nu al gebrand. Tenminste, zie je dat de laatste 3-4 wedstrijden. Nu is het wat breder getrokken. Ja, dat is prachtig toch? Ja. Ik vind het wel heel mooi. Ik weet de uitslagen niet van vandaag. Maar het is... PKC top is altijd een bijzondere wedstrijd. Ja. Net zoals dat PKC Fortuna ook een bijzondere wedstrijd is, denk ik. Ja. Dat zijn toch potjes die er om gaan. En ja, waar veel toppers in het veld staan. En ja, dat geeft mooie strijd. Ja. Ja. Nou, ik zei het ook al in de stream. Het lijkt alsof er een playoff vibe hier hing. Zo gretig waren jullie. Dat vond ik opvallen. Nou, maar daar ben ik het wel mee eens. En dit is ook precies wat wij als team nodig hebben. Naar de rest van het seizoen, zeg maar. En de playoffs. Want ik vind dat wij vaak een beetje lauwtjes waren. En dat hebben we nu, zoals we vandaag gespeeld hebben. Met veel strijd en beleving. Ja. Zo zie ik top graag. En ik hoop dat we dat door kunnen zetten. Ja. Ik zeg heel veel succes. Dankjewel. Met de rest van de competitie. Misschien tot in de playoffs. Ja, wie weet. Ja. Het kan alle kanten op. Kan verkeren. Succes, Jan. Jo. Hoi.